De mijn is er ook nog geweest in de teens. Mijn god, want dat was een soort enorme opgeblazen pietpiraat met rosse baard, maar die kon zingen. My god, jongens. Ja, wat een enorm goede ochtend jou weer, ja, als je het zegt over jezelf. Nee, het is echt waar, gezellig bezoek bij ons. Kan je nu zien in de app de acteurs uit de grootste hype bij jonge, minder jonge fans van vorig jaar. Die zijn hier sowieso heel straf. Like me, Ketnetreeks. Kater en mannen, jullie zijn fan? Ja, ja, absoluut. Grote fan. Ja, vooral wie op de planeet Zork heeft gezeten vorig jaar. Wat is Like Me? Nee, dat heeft Kuit. Het begon rustig. Vorig jaar werden bij het eerste seizoen 2 concerten aangekondigd. En die waren meteen uitverkocht. Uh-huh. Meteen daarna kregen de zangers en zangeressen en acteurs ook het goede nieuws dat ze een gouden plaat kregen. En kort daarna kregen ze platina. En tenslotte kondigden ze vorig jaar 5 concerten aan in de Lotto Arena. Was meteen uitverkocht. En toen zijn er 4 bijgekomen. Dat zijn 9 Lotto Arena's in totaal. Hallo. En dat is nog maar het begin natuurlijk. Een reeks over een school. En er wordt gezongen. En er zijn oude songs die plots heel nieuw lijken. Fantastisch. En dan wonnen ze ook nog eens een Radio 2 Zomerhit voor beste groep vorig jaar. Like me. Like me. Wat vond jij van Pommelien? Ja, interviewt mij nu. Ik vond het zalig. Super, we hadden het niet verwacht. Bangelijk. Dank jullie wel, iedereen thuis die gestemd heeft. Dank u wel, Fabriek Magiek. Dank u wel, Thomas. Dank u wel. Ja, goedemorgen, hoofdrolspelers. Pommelien Thijs. Hallo, goedemorgen. Ja, je speelt Caro. En goedemorgen, Maxime Stojanac. Hey. Goedemorgen, jij speelt Vince nog altijd. Exact. En goedemorgen, Sally Haidara. Hallo. Ja, Sally, jij speelt Maria in de nieuwe reeks. Ja. Ja, Pommelien en Maxime. Ja, jullie zijn een koppel in Like Me, dat is wel heel duidelijk. Yes. Het valt me op dat jullie nu ook weer dezelfde kleren aan hebben ongeveer. Ja, dat is puur toevallig hoor. Ja. We willen geen signalen sturen of zo. Maar... jullie hebben niet gebeld vanmorgen of zo? Nee, nee. Ja, we spreken ook altijd onze outfits af, overal waar wij naartoe gaan. Ook al is dat radio. Het zou mooi zijn natuurlijk. Ja. Ja, ik weet niet of het met jullie te maken heeft, maar er komt net iets binnen. Hi, yo. Ja, de politie hier waarschuwt. Ja, je had me even verrast, zeg. Ja, isolatiemateriaal ligt op de E34 naar Antwerpen, even voor de tunnel in Zelzaten en het verdrag daar een beetje opletten. Ja, ik zat binnenkomen en dacht van mensen moeten geïnformeerd worden. Ja, het is of juist. Niet? Ja, ja, voilà. Het is hier ook lekker warm. Ja, vorig jaar was het echt crazy. Ik was toevallig op Vlaanderen Feest. Daar zijn jullie met politiebegeleiding moeten weggehaald worden. Ja, maar... wij staan daar ook van te kijken. Wij vinden dat ook elke keer zo grappig als er zoiets gebeurt. Want dat is te zot voor woorden. Dan denk je ook maar, ja, met die tourbus, als er dan gillende mensen achteraan lopen, dan denk je echt, wat zijn wij aan het doen hier? Maar altijd wel supercool. Het is maf, hè. En dan te weten, Pommelien, dat jij in de teens begonnen bent als jonge musicalzangeres die Annie wou zingen. We gaan, ik weet niet uit welk jaar dit komt. Je was nog heel jong. Even mee genieten. Ik zing in muziek. Oh ja! Zalig! Ik met hart en ziel van het leven. Wanneer was dit? Ik, heel lang geleden. Mijn stem was ook 8 octaven hoger, denk ik. Mm-hmm. Zo meet ik dat, hoe oud ik was. Ja, ja. Dus ik hoor hier dat ik best jong was. Okay, 10, ja. 10 misschien, denk ik. Een tip voor alle fans, vroeg beginnen, dat is belangrijk. Dat moet ongeveer zoiets geweest zijn. Nu, Maxime, hoeveel jonge mama's vallen jou intussen lastig? We moeten eerlijk zijn, je ziet er fantastisch uit. Dat is heel lief van jou. Toch, ja. Dat valt wel redelijk. We hebben heel soms wat gekke verhalen dat mama's aankomen met hun baby's en hun baby achterlaten in de handen van Pommelien of Camille of Francisco. We hebben zoveel baby's vastgehouden en dan gaan ze echt naar u. Ja, en dan geven ze nummers mee, hè? Ja, nee, dat meen ik. Krijg jij nummers van... Adressen en nummers en... no way. En wat doe je daarmee? Baby, hè? Ja, wat doe ik daarmee? Sorry dat ik het zeg als je dat hoort, maar ik neem dat mee naar huis en ik gooi dat in de vuilbak. Oh, la 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 la. Kijk, okay, en die baby's worden teruggegeven, neem ik aan? Ja, maar soms vergeten die dat even. Hè. Die zijn echt een beetje starstruck als die de Maxime dan zien. Ah, ik heb echt zo'n keer moeten zeggen, mevrouw, baby. Nee. Oh la la, als je dat allemaal hoort. Zeg, intussen is er een nieuwe reeks van Like Me. Kun je kijken vanaf zondag op Ketnet. Sally, jij bent nieuw. Jij speelt Maria in de reeks. Leg eens uit, wie is dat? Goh, dat is eigenlijk echt een vrij pittige madame. Mm-hmm. Maria is iemand die het hart op de tong heeft. En daarvoor, dat zorgt ervoor dat ze soms dingen uitspreekt die iedereen denkt, maar niet altijd durft te zeggen. Okay. En dat zorgt wel voor opschudding in de groep. Okay. Maar ze is heel neutraal. Ze is niet, het is geen bitch. Het is ook geen...
liefdetje. Dus ze is wel altijd zo'n beetje de mama. Die... Ja, want Camille die is dan vooral ja. de bitch. Ja. Ja, jij bent, ja, we moeten eerlijk zijn, Pommelien, jij bent braaf. Ik heb toch in ja. Ja. Zeg, kunnen we wel zeggen, sowieso. Nu, intussen komen er wel een paar reacties binnen of vragen binnen van luisteraars in onze app van de M&M. Vertel eens, boys. Ja, iemand vraagt, hoe lang hebben jullie aan het tweede seizoen gewerkt? Iets langer dan aan het eerste seizoen, denk ik. We hebben nu, in plaats van 3 maanden, hebben we eigenlijk 4 maanden gedraaid. Dus toch wel even, want die voorbereidingen daarvoor zijn ook best lang. Ja, ik denk dat het zoiets is, hè. Draaien 4 maanden. Ja, pittig, hè? Ja, ook veel reacties van mensen die zeggen van onze dochtertjes zijn 8 jaar en 5 jaar en ze playbacken liedjes met heel veel overgave mee. Vind ik ook wel leuk, want al die nummers die komen dan opeens terug en iedereen kent die opeens. Ja, dat is fantastisch, hè, want zometeen ga je Porselein doen van Jasmin. Dat is een stokoud nummer en dat is dan plots weer hip, fantastisch. Kenden jullie die muziek eigenlijk allemaal al op voorhand? Ik kende er een paar wel, maar ik kende niet meer dan de helft, zeker niet. Mm-hmm. Dus dat was ook heel leuk voor ons, omdat wij kregen dan een origineel te horen eerst. En dan zei de schrijver Thomas, dit gaan jullie mogen zingen. En dan denk je, oké, ja, ik zie het niet. Maar... En dan krijg je die nieuwe versie en dan zijn wij ook omvergeblazen. Dan vinden wij dat ook ineens. Ja, heel, heel veel goede muziek. Kun je een tip van de sluier van de nieuwe reeks? Welke songs moeten we zeker zien? Ja, in de eerste aflevering zien we J'aime la vie en Ik ben verliefd op jou. Ik ben verliefd op jou van Paul Severs, yes. En J'aime la vie van Sandra Kim zelf. Ja. Dat zijn grote schoenen om in te staan. Maar bon, ik ben ervan overtuigd dat dat fantastisch gaat zijn. Pommelien, jij gaat nu vooral spelen een song van Jasmin, fantastische collega in de teens, die er al een paar jaar niet meer is. Porselein, jij mag naar de luxe gaan op dit moment. Even het licht aansteken. Reacties zijn altijd welkom natuurlijk. Die kan je lossen in onze app van M&M. Klik daarop kijk, dan kan je Pommelien ook zien. En voor je het weet, dan hoor je haar ook zingen. Pommelien, het is aan u. Van mijn ziel ben ik eenzaam en fragiel, maar ik sta de wereld aan als een winnaar. En het leven lacht me toe, om het even wat ik doe. Elke keer zal ik er staan als een winnaar. Maar soms voel ik me zo klein, wil ik iemand anders zijn. Diep van binnen kwijn ik weg van de pijn. Porselein, behandel mij heel zacht. Porselein, verdraai ze door je nacht. Porselein, vol rust en onderhoud. Als een winnaar haal jij me onderuit. Mijn gedachten slaan op hol, ik verval weer in mijn rol en zal mijn eigen gang weer gaan als een winnaar. Ik kan vechten als een vrouw, zoals ik strijd is al met jou. Eraan de vijand van de baan, als een winnaar. Maar van binnen ben ik broos, heel geremd en hopeloos. In mijn hart ben ik vernederd en boos. Porselein, behandel mij heel zacht. Porselein, verdrijf ze op door je lach. Porselein, voor rust en onderhuis. Als een winnaar kan jij me onderuit. Ik vind het wel, niemand die me vragen stelt en niemand die mijn naam vergeet. Ik weet het wel, niemand die me wakker belt en nooit eens iemand die mijn dromen leest. Niemand die me stoort, niemand die me hoort, niemand die me kust als ik wakker word. Niemand die me mist, niemand die me haat, niemand die de deur voor me openlaat. Niemand die me kent, niemand die me streelt, niemand die me ooit eens een moment verveelt. Niemand voor mezelf, niemand om te zijn, wie is dat als ik van porselein? Behandel mij heel zacht, porselein, verdrijf je door je laag. Porselein, voor rust en onderhoud, als een winnaar haal jij me onderuit. Porselein, behandel mij heel zacht. Porselein, verdrijf ze door je lach. Porselein, voor rust en onderhoud. Als een winnaar haal jij me onderuit. Porselein. Ah,
alsjeblieft, zeg. Porselein, de versie van Like Me, van Pommelien uit Like Me. Fantastisch toch? Heel goed gedaan. Heerlijke reacties die binnenkomen intussen. Ja, Dries de Neef bijvoorbeeld zegt instant kriebels in mijn buik van die stem. Olivier Krutel zegt, wauw. Aziz Tijari stuurt zo'n emoji met hartjes oogjes. Dat zou wel goed zijn, hè? Dat zou positief zijn waarschijnlijk. Ja. Bij ons op M&M, drie acteurs van de hyperpopulaire reeks Like Me op Catnet. Nu zondag een nieuwe reeks. En ja, goede reacties hoor, Pommelien trouwens. Oké. Ja, zag er fantastisch uit, sowieso. Dank je. Komt nog een vraagje binnen van Jana Roelen uit Antwerpen. Jana, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Je had nog een belangrijke vraag voor de acteurs, vertel eens. Ja, inderdaad. Hoe is het om ineens zo bekend te zijn? Ik zou het niet kunnen zeggen. Ik weet het niet. Het is gek, zo op momenten als wij zo zien met die politiebegeleiding, dan denk je wel eens... Maar wij wandelen ook gewoon nog over straat, dus dat valt al bij jou wel goed mee. Toch ja, je wordt niet lastiggevallen, Maxime? Nee, ik word niet lastiggevallen. Kinderen zijn of mensen zijn altijd heel erg beleefd. Toch? Mensen die ik tegenkom, en die zijn ook altijd heel lief en beleefd. Dus. Ja, blijft Vlaanderen natuurlijk. Hè? Ja. Ja, Sally, ben jij daarmee bezig? Want binnenkort kom je dan op televisie en kun je niet meer buiten komen. Ja, dat wordt mij wel vaak gezegd. Ja. Maar eerlijk gezegd denk ik wel dat dat al bij jou goed gaat meevallen en... Dat denk ik nog. Jij ziet er mij een heel rustige vrouw uit. Ja. Ja, ik denk dat inderdaad nogal zal meevallen. Ja, nu, jullie hebben al ja gezegd op de vraag of je naar hier wou komen. Binnenkort hebben we januari. We zeggen ja op werkelijk alle vragen. Zijn er bij jullie dingen al gebeurd waar je ja op gezegd hebt dat je dacht van, had ik beter niet gedaan? Ik kom toch niet direct op iets? Nee, toch niet? Ja, jullie zijn tevreden. Gelukkig. Ja, we zijn heel tevreden. Ik ben heel blij dat ik... Ik had bijna nee gezegd op eigenlijk terug te gaan voor de rol van Caro. Hoezo? Ik had de eerste auditie gedaan voor Camille. En dan had ik die rol niet gekregen, maar Camille had die rol gekregen. Okay. En dan kwam Caro ineens vrij. En ik heb echt bijna nee gezegd. Dus ik ben eigenlijk gewoon heel blij dat ik ja heb gezegd om terug te gaan. Ik had ook hetzelfde. Je had ook ja gezegd op de rol van Pommel. Ja. Nee, op de auditie. De avond ervoor was ik aan het denken of dat ik die auditie wel zou moeten doen. Of dat wel iets voor mij zou moeten zijn. Dat meen je? Echt waar. En dan kwam ik in de ochtend aan met... Ik had juist een examen gehad, wiskundig examen, en dan kom ik daar aan en heb ik uiteindelijk de rol gekregen. Ja, want we moeten eerlijk zijn, Maxime, jij bent of was een voetballer, een heel goede voetballer. Goeie. Ja, toch, jij was toch goed bezig? Ja, ik was wel goed bezig. Ja, ik was wel echt wel heel goed bezig. En ja, een carrière switch 180 graden. Sowieso, dus als je zou moeten kiezen, Rode Duivel of dan toch gewoon acteur voor de rest van je leven? Acteuradres. Wat een druk. Dat is de tweede keer dat je dat vraagt. Ja, ik weet het, maar ja, ik had het nog even bevestigd zien allemaal. Intussen nog altijd. Oh boys, zondag is de nieuwe reeks sowieso. Wanneer en waar kunnen we kijken? Op Catnet. Ik denk dat het 5:00 is. Dat wij dat niet weten. 10:00 zelfs. Hoor. 10:09, zeg. Je moet zelfs nog iets vroeger opstaan, maar dat lukt allemaal. Op catnet.be kun je ook gewoon alles bekijken. Om lachten. Je zit al de hele morgen van die besprekingen aan het doen. Ik heb zo slecht geslapen, jongen. Oei. Ja. Dus er is een zoon die het plots nodig vond om in het midden van de nacht te beginnen zingen. Ik denk dat dat de invloed is van Like Me op vrouwen. Dat ermee te maken heeft. Dank je wel dat jullie er waren en heel veel succes met... Ja, er is een tweede reeks gemaakt. Komt er ook een derde reeks? I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feel? Wat zeg je? Er komt ook een derde reeks.